Goedemiddag allemaal. Welkom bij het Finex en Infotron webinar. Excel van Blackbox naar inzicht. We beginnen vandaag met een aantal statistiekjes over Excel. 95% van alle bedrijven in de VS gebruikt spreadsheets voor financiële administratie. Nog steeds. Nou, dat is een enorm aantal. Dat zijn eigenlijk bijna alle bedrijven in Amerika. En dat wil niet zeggen dat ze echt al hun boekhouding in Excel doen. Vaak is er wel een centraal systeem waarin de gegevens worden opgeslagen. Maar zo'n systeem kan dan net niet alles wat de mensen nodig hebben. En daarvoor gebruiken ze dan vaak een exportfunctie naar Excel om daarin een rapportage te maken of een overzicht, precies zoals ze het willen hebben. En binnen bedrijven zijn het vaak analisten die spreadsheets gebruiken. Dus dat zijn mensen die kijken naar data en een analyse uitvoeren. Dus bijvoorbeeld een forecasting of een sales planning. En dat leidt dan vervolgens weer tot deze statistiek. 50% van alle spreadsheets vormt de basis voor een beslissing. Want die analisten maken natuurlijk niet alleen maar een overzicht van, hè, bijvoorbeeld alle sales per land, alleen om dat overzicht te hebben. Ze gaan dan kijken, hoe doen wij het eigenlijk? Verkopen we wel genoeg blauwe auto's in Frankrijk bijvoorbeeld? En als dat niet zo is, dan volgt daar een actie uit. Bijvoorbeeld een marketingcampagne voor blauwe auto's in Frankrijk. Of misschien gaan we wel stoppen met het produceren van die auto's. Het is niet zomaar alleen het analyseren van data wat in Excel gebeurt dus. Het is kijken naar data en dan een beslissing nemen. Maar spreadsheets zijn heel erg lastig. Dat hebben jullie misschien ook wel eens ervaren. Als je een spreadsheet krijgt van een collega, of eentje die je zelf hebt gemaakt een paar maanden terug, dan is het moeilijk om goed te weten hoe dat in elkaar zit en om te beoordelen of dat goed in elkaar zit. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit spreadsheet, een balans van een bedrijf. Nou, stel je voor, je hebt die balans gekregen en een collega vraagt aan je, zullen we investeren in dit bedrijf? Wat denk je ervan? Zullen we investeren? Nou, als je een goede keuze wil maken, moet je eigenlijk al die formules controleren, al die cijfers controleren. Welke aannames zitten er nou in? Hoe is het opgesteld? Maar ja, dat is natuurlijk onhaalbaar. Daar heeft eigenlijk niemand tijd voor. Dus je kijkt er even doorheen. Je zegt ja, je zegt nee. Maar eigenlijk niet met genoeg detailkennis over hoe het precies is opgezet. De situatie wordt nog eens verergerd door het feit dat maar 1/3 van alle spreadsheets een handleiding bevat. Dus 2/3 van de spreadsheets zit geen handleiding bij. Dat is alleen maar data en formules, misschien wat uitleg, maar geen overzicht. Dit is wat er gebeurt, dit is hoe ik het heb opgesteld. Nou, je voelt al wel aan dat dit een situatie is die tot problemen leidt. Als iets enerzijds heel belangrijk is, dan worden beslissingen opgebaseerd, maar het is ook heel moeilijk en er zit geen documentatie bij, dat is natuurlijk vragen om problemen. En die problemen die zijn er dan ook. Het waterschap Veluwe bijvoorbeeld verloor in 2009 bijna 3 miljoen euro door een foutje in Excel. Er waren twee velden in een spreadsheet omgedraaid. Daardoor was verkeerd belastingtarief doorgerekend en kwamen ze uiteindelijk bijna 3 miljoen euro tekort. Nou, zo'n verhaal onderstreept natuurlijk de belangrijke rol die spreadsheets kunnen hebben binnen een organisatie als fouten dit soort gevolgen kunnen hebben. Terug naar onze balans. We willen weten of die goed in elkaar zit. Nou, wat je dan eigenlijk zou willen weten is, hebben wij straks ook een probleem van 3 miljoen als we de verkeerde beslissing nemen? Zit dit spreadsheet goed in elkaar, ja of nee? Dus je zoekt een soort glazen bol waar je in de toekomst kan kijken en kan beoordelen, heb ik straks een probleem of heb ik geen probleem? Nou, een glazen bol, helaas, die hebben we niet. Maar wat we wel hebben is software die aangeeft hoe gezond eigenlijk een spreadsheet is. Dit heb je misschien zelf ook wel eens ervaren. Spreadsheets die van de ene klant komen, die zijn vaak gezonder. Die zien er logisch uit, daar vind je snel je weg in. Die zijn goed gestructureerd. En je hebt misschien ook wel zo'n klant in gedachten waarvan je denkt, ja, als ik daar een Excelletje van krijg, zijn ze meestal moeilijk. Zitten ze ingewikkeld in elkaar? Is het niet zo logisch opgezet? Nou, daar heb je wel een gevoel bij. En een van de dingen die wij doen als Infotron is het kwantificeren van dat gevoel. Doorrekenen, zit een spreadsheet goed in elkaar of niet? We doen dat volledig geautomatiseerd.
Dus je pakt een spreadsheet op, onze software pakt een spreadsheet op, we kijken ernaar en we geven hem een score. Dus bijvoorbeeld een A, hartstikke goed, zit logisch in elkaar. Of een B, of een C, of een D, wat minder goed. Hier en daar zitten echt verbeterpunten waar fouten zouden kunnen ontstaan. Hoe weten wij dan of zo'n spreadsheet goed in elkaar zit? Nou, daarvoor hebben we jarenlang onderzoek gedaan aan de TU Delft. En op basis van dat onderzoek hebben we een aantal richtlijnen geformuleerd waarop we spreadsheets kunnen doorrekenen. Hoe hebben we die richtlijnen geformuleerd? We hebben spreadsheet proefwerken gehouden met spreadsheet gebruikers. En die hebben een aantal verschillende formules laten zien. Lange, korte, ingewikkelde, simpele. En op die manier hebben we kunnen meten in wat voor situatie, bij wat voor soort formule maken mensen het meest fouten. Ze lieten ze opdrachtjes doen per formule. Leg die formule eens uit in woorden. Vind alle referenties, alle cellen waar deze formule iets mee te maken heeft. Wat vind je van deze formule? Kun je hem eens voor ons aanpassen? Nou, en hoe dat de deelnemers scoorden op die verschillende taken voor de verschillende formules, daaruit hebben we richtlijnen kunnen afleiden. Heel simpel voorbeeld, als je bijvoorbeeld een hele lange formule hebt, is de kans veel groter dat er een fout in zit. Dat hebben wij kunnen meten in die proefwerken. Waarom is dat dan zo? Mensen begrijpen hem veel slechter, dus ze introduceren sneller zelf een foutje. En als er eenmaal een foutje in zit, blijft hij er ook langer in zitten, omdat die formule zo lang is en zo ingewikkeld, dat mensen niet zien dat hij niet klopt. Nou, op die manier hebben we een setje van richtlijnen, 7 verschillende richtlijnen, waarop we kunnen doorrekenen, goed of minder goed. En die richtlijnen komen ze dadelijk in de demonstratie ook allemaal voorbij. Zo'n spreadsheet scan kan je op 1 spreadsheet doen. Je pakt er eentje op en je zegt, nou is het een A'tje of is het een C'tje. Maar dat proces kan je ook weer automatiseren over meerdere spreadsheets heen. Tot duizenden, tot aan, nou miljoenen eigenlijk aan toe. We hebben net een project achter de rug waarbij we 4 miljoen spreadsheets 1 voor 1 hebben geanalyseerd. En hebben gekeken wat de kwaliteit daarvan is. Dus je krijgt dan per spreadsheet een score, is hij goed of is hij niet goed. En wat statistiekjes over alle spreadsheets bij elkaar. Wat we daarnaast doen, naast het geven van een score, is het genereren van een dataflow diagram. Hier zie je er eentje. Ik zal even de tekst weghalen, kan je het wat beter zien. Dit plaatje geeft een overzicht van alle tabbladen in een spreadsheet. En de pijltjes laten zien hoe dat de data door de tabbladen door het spreadsheet heen gaat. Vaak bestaan spreadsheets uit een hoop tabbladen. Als een spreadsheet langer meegaat, komen er meer en meer tabbladen bij, wordt steeds ingewikkelder. En ook zo'n plaatje ondersteunt het gevoel van hoe gezond is het spreadsheet nou. Hier zie je een plaatje, dat is best ingewikkeld. Dit is een voorbeeld, dit is veel simpeler. Zonder dat we nu nog maar iets weten van die spreadsheet, we hebben nog niet naar formules gekeken of naar de opzet, helemaal niks. Het enige wat we hebben is een plaatje en toch, als jullie je geld moesten inzetten, dan denk ik dat er meer mensen op het tweede plaatje wedden dat dat goed is dan op het eerste plaatje. Zo'n plaatje helpt je bij snappen hoe het in elkaar zit en een gevoel ontwikkelen of dat ook goed in elkaar zit. Nou, hoe zit het dan met vertrouwelijkheid? Spreadsheets die worden vaak in een organisatie ook voor hele gevoelige data gebruikt, voor financiële data, voor voorspellingen. Is dat allemaal veilig als die allemaal gescand worden? Nou, ja. Zo'n scan voeren we bij jullie in-house uit. Dus de spreadsheets blijven gewoon op de schijven staan bij jullie. En onze tool draait daar overheen, kijkt 1 voor 1 welke spreadsheets zijn er nodig. En we kijken daarbij alleen maar naar formules en pivots en grafieken in de spreadsheet. We nemen bijvoorbeeld helemaal niks mee over data. Dat slaan we niet eens op de getallen die in een spreadsheet staan. Dus dat bestaat het risico niet dat die data ergens terechtkomt. We kijken puur naar de kwaliteit van de formules. Tijd voor een korte demo. Ik ga jullie even laten zien wat onze tool doet, hoe het eruit ziet en wat voor resultaten je daarmee kan verwachten als je een scan uit gaat voeren. Dit is de webversie van ons systeem. Je kan hier een spreadsheet uploaden. Dus je kiest een spreadsheet van je harde schijf uit. Je klikt op open en je klikt op upload. En hij wordt geanalyseerd. Dus ons systeem is geen plugin in Excel, maar echt een losstaand systeem die een Excel-sheet oppakt, analyseert en vervolgens kijkt
welke richtlijnen worden er wel en niet overschreden? En hoe zit dat plaatje in elkaar, dat dataflow-diagram waar ik het net over had? Nou, daar komt het rapport aan. Daar is die. Dus dit is wat je krijgt, een rapport. We gaan zo dadelijk in detail nog even erdoorheen. Waarbij je van alles over de spreadsheet te zien krijgt. Welke bestanden wordt daar gelinkt? Wat is de kwaliteitsscore? En de details per formule. Waar zitten nou de zwakke punten in welke formules? En hier heb je het dataflow-diagram. Dus we gaan het rapport even in detail doornemen. Hier is het. Dit is het rapport wat ik net gegenereerd heb. Wat krijgen we allemaal te zien? Nou, wat simpele bestandsinformatie, dus wanneer is het bestand gemaakt en hoe groot is het? Welke spreadsheets zijn er gelinkt aan dit spreadsheet? Komt heel vaak voor dat een spreadsheet data uit andere spreadsheets haalt of uit een database. Dat laten we hier zien. Vervolgens heb je onze kwaliteitsscore, A, B, C of D. Je krijgt een score. En daarbij leggen we ook uit waaruit die score bestaat. Dus wat zijn nou de zwakke plekken die in dit spreadsheet geïdentificeerd zijn? Er wordt gerekend over externe tabbladen. Komt zo in de demo nog wat dat precies betekent. Er zijn inconsistente formules gedetecteerd. En er zijn vaste getallen gedetecteerd. Dus dan heb je een overzicht. Wat is er allemaal mis? Vervolgens krijg je je plaatje te zien. Met daarbij de externe bronnen in een andere kleur weergegeven. Dat het goed duidelijk is waar dat je informatie binnenkomt. En vervolgens krijg je in de spreadsheet details te zien per tabblad. Wat is er nou aan de hand met die formules? Dus hier zien we bijvoorbeeld in Sources of Capital een formule met vaste getallen. Een formule die over een ander tabblad rekent. Zo kan je eigenlijk voor jezelf een lijstje afwerken. Wat zou ik allemaal moeten gaan verbeteren? Nou, naast dat we dus dit lijstje genereren, schrijven we die kleurtjes ook terug in de Excel-file. Dus ik ga nu even naar een Excel-file. Dit is de sheet die hoort bij het rapport dat we net in beeld hadden. En we hadden gelezen dat er bij Sources of Capital 3 cellen waren waar iets mee aan de hand was. Als je dat tabblad dan vervolgens opent, dan zie je ook dat die 3 cellen netjes gekleurd zijn. Dat je niet hoeft te zoeken met het lijstje erbij. Dat je kan zien, hé, daar is iets aan de hand. Nou, wat is er dan bijvoorbeeld aan de hand? Bij deze hierboven komt het pop-upje te staan, maar daar staat dus de uitleg in wat er gedetecteerd is. Deze formule rekent over een ander tabblad. Dat zie je ook als je naar de formule kijkt. Wat hier staat is een sommetje met cellen uit required funds, uit een ander tabblad. Nou, waarom vinden wij dat niet zo'n heel erg verstandig idee? Kijk maar even met mij mee. Als ik nou wil snappen wat deze formule doet, nou, ik zie wel dat het operating capital is, maar hoe wordt dat eigenlijk berekend? Wat moet ik dan doen? Moet ik naar required funds gaan? Spring naar het andere tabblad. Oké, B24. Oh, dus blijkbaar pakt hij de totaalfunds. Wat was het ook weer? B9. Dan moet ik weer terugspringen. Kijk ik, oh, wat wordt daar dan van afgetrokken? Oh, daar worden de buildings van afgetrokken. Je snapt al dat heen en weer springen. Ten eerste is het heel vervelend. Mensen ervaren dat als een lastige taak. En ten tweede is het ook heel foutgevoelig. Al, voor je het weet, klik je terug en denk je, oh, hè, ik moest B11 hebben, terwijl je eigenlijk B10 moest hebben. Dus het verhoogt de kans dat mensen er net even naast klikken. Wat veel verstandiger is, zeggen wij, is voer die berekening nou op het tabblad uit waar de data ook staat. Dat is ook prettig, want als je op het formule klikt in het tabblad zelf, dat weet je misschien wel, dan krijg je handig de kleurtjes te zien waarnaar die cel verwijst. Dus als deze berekening op het andere tabblad stond, kon je in één oogopslag zien wat er gebeurde. En dan link je het eindresultaat. Een andere reden waarom cellen bij ons als risicovol worden gemarkeerd zijn vaste getallen. Hier hebben we er bijvoorbeeld eentje. B8 keer 0,2. Nou, waarom is dat dan heel vervelend? Ten eerste is het lastig om te weten wat die 0,2 betekent. Het staat hier wel bij, minimum level. Maar waarom is dat dan 0,2? Waar komt dat vandaan? Ten tweede, er is natuurlijk een kans dat een vast getal gaat veranderen. Misschien moet dit wel een keer 0,3 worden. Op dat moment moet je dus door het hele spreadsheet heen gaan zoeken met Ctrl-H. Waar zitten die 0,2'tjes? Maar misschien is niet ieder 0,2'tje er één die aangepast moet worden. Nou, je raadt het al, ook dit is een bron van veel fouten. Zo'n vast getal wordt dan over het hoofd gezien. Mensen vergeten waar het eigenlijk stond, waar het voor staat.
En dat leidt tot fout. Nou, hier zijn twee tabbladen. Niks mee aan de hand. Zien er prima uit. Geen natuurlijke cellen. Kunnen we eigenlijk zo doorheen skippen. Maar hier zijn weer wat cellen gekleurd. Rood zelfs. We hebben drie risicocategorieën. Geel is laag, oranje is midden en rood is echt hoog. Dan is er wat aan de hand. Laten we eens beginnen met te kijken wat hier aan de hand is. Dit is een volgende reden voor overschrijding. Dat wij zeggen, dit is geen goed idee. Wat is nou hier aan de hand? Die formule die daar rood is, die is inconsistent. Wat betekent dat? Hier zie ik staan C8, D9. En wat je dan eigenlijk zou verwachten, is dat hier E11 zou staan. Dat is een logisch patroon. Maar dat klopt niet. Hier staat iets anders. Hier staat D10 plus D11 plus D12 plus D13. Dus het patroon wordt eigenlijk verbroken hier. En waarom is dat nou zo vervelend? Nou, ten eerste ook weer, het zou gewoon fout kunnen zijn. Het zou een vergissing kunnen zijn dat iemand dat het een uitzondering is. En ten tweede, als je dat nou gaat veranderen, wat doen mensen dan vaak als ze een formule updaten? Dan trekken ze in één keer heel die formule door. Als er nou een uitzondering tussen zit, dus stel je voor dat ik dit nu zo overschrijf, zit daar nou een uitzondering in? Dan is die uitzondering op dit moment overschreden. Dan weten mensen niet meer wat er nou precies de uitzondering was. Een volgende reden dat er cellen als risicovol gemarkeerd kunnen zijn, dat is deze. Nou, met deze cellen is van alles mis. Je ziet dat hij ook weer over verschillende tabbladen rekent. Maar daarnaast is hij ook erg lang. Hij bevat veel operaties en veel verschillende groepen cellen. Nou, waarom is dat nou zo vervelend? Ik zei het al in de presentatie. Zo'n lange formule is veel moeilijker voor mensen om te snappen. Als we gaan proberen om samen deze formule te lezen, moet je echt, pak er maar even een flinke kop koffie bij, want je moet er echt goed voor gaan zitten. B9 gedeeld door C9 gedeeld door 12 en B10 en C10. Het kost je heel veel energie om dat goed te lezen. En gemiddeld wordt een spreadsheet door wel 13 mensen gebruikt. Dus door één persoon die hem maakt en vervolgens nog 12 mensen die hem gaan lezen, die hem gaan aanpassen, die hem gaan proberen te begrijpen. Het gaat alleen al ontzettend veel tijd kosten voor al die 12 mensen om die lange formule steeds uit te pluizen en uit te zoeken. Daarnaast is het dus de kans al veel groter dat er ten eerste een foutje insluipt, omdat die lang is, omdat je niet meer zelf het goede overzicht hebt. En als hij er dan eenmaal in zit, zal hij er ook langer in blijven zitten. Want ja, als hier toevallig ergens een B21 staat in plaats van een 22, is dat moeilijk om te zien, omdat echt alle details niet meer kan zien omdat de formule lang is. Dus dat is ook een reden waarom formules door ons als risicovol worden opgepakt. En dat geven we dan weer enerzijds met een rapport zoals je net zag en anderzijds met een kleuring in de Excel sheet om je snel te helpen met het vinden van risicovolle cellen. Nou, wat voor informatie kan je dan halen uit een scanrapportage? Dus als we dit gaan draaien bij u in huis en we hebben een hele hoop spreadsheets geanalyseerd, een paar duizend. Wat voor inzichten leer je daar dan uit? Nou, hier is een voorbeeld van een rapportage die we creëren. In welk jaar zijn de spreadsheets gemaakt? Nou, alleen dat al is een heel erg interessante statistiek. Dit is bijvoorbeeld van een resultaat van een echt gedraaide rapportage bij een klant van ons. Waar je ziet dat er nog 70 spreadsheets uit 99 zijn en nog meer dan 600 spreadsheets uit 2000. En dan vraag je je natuurlijk meteen af. Wie heeft die gemaakt? Werkt die hier eigenlijk nog? Zijn die spreadsheets nog in gebruik? Bij welke processen horen ze dan? Dat onderstreept natuurlijk ook wat ik net zei, spreadsheets blijven lang in gebruik. Gemiddeld blijven spreadsheets 5 jaar in gebruik. Met dus uitschieters, zoals je ziet, na voorbij de 10 jaar. Iets anders wat we kunnen laten zien in zo'n rapportage is bijvoorbeeld het aantal tabbladen. Nou, je ziet een piekje bij 1 en een piekje bij 3. Heel logisch natuurlijk. 3 tabbladen is standaard en vaak heb je er maar 1 nodig. Maar je ziet ook dat er nog spreadsheets zijn bij deze klant met boven de 30 tabbladen. Tot en met de 65 aan toe. Nou, dat zijn ook ideale kanshebbers om eens kritisch naar te gaan kijken. Die 65 tabbladen, zijn die allemaal nodig? Zitten die allemaal aan elkaar gelinkt? Nou, dat kunnen we zien met onze dataflow visualisatie. Zijn ze echt nog allemaal nodig? Want als er mensen daar vaak doorheen moeten zoeken, door die 60 tabbladen, dat is een hele hoop tijdswinst die daar te behalen valt als je dat op een betere logische manier gaat structureren en tabbladen die misschien niet meer nodig zijn gaat opruimen.
Daarnaast kunnen we laten zien, op basis van onze 7 karakteristieken, waar zitten nou de verbeterpunten voor de spreadsheets organisatiebreed. Dus dit zijn de resultaten van een klant. En je ziet dat 11% van de spreadsheets te lange formules bevatten. Operations, dat is de metriek van hele lange formules. Dus daar zit duidelijk een leerpunt. Een andere die eruit springt zijn 250 spreadsheets met vaste getallen in de formules. Nou, op basis hiervan kunnen we goed zeggen, wat zijn nou de risico's die je loopt in je organisatie? Let op lange formules, let op vaste getallen. En kunnen we de spreadsheets die het meest extreem rood zijn, die helemaal gekleurd zijn, gaan verbeteren en beter gaan structureren. Dus op deze manier krijg je echt inzicht, wat hebben we nou aan Excel in totaal, in aantallen, en wat is daar nou de kwaliteit? Hoe verloopt zo'n scantraject? Hoe stellen wij ons dat als Finex en Infotron voor? Het begint met een scan, die wordt uitgevoerd door Infotron. Dat kan meteen een bedrijfsbrede scan zijn, maar je kunt ook zeggen, nou, we hebben alvast de 100 meest belangrijke spreadsheets apart gehouden, bij elkaar gevonden, en daar gaan we een scan op uitvoeren. Wat is dan het resultaat van zo'n scan? Dan kan er per spreadsheet kunnen er eigenlijk 3 dingen gebeuren. Of ze zijn goed. Nou, prima. Pluim. Niks meer aan doen. Of het tweede blokje, er is verbetering in een spreadsheet nodig. Dat kunt u zelf doen aan de hand van een rapport, maar daar kunnen wij en Finext u ook bij ondersteunen. Als het spreadsheets zijn met een hele financiële inslag, dan komt de expertise van Finext daar natuurlijk heel goed aan te pas. Als het bijvoorbeeld een balans is zoals we net zagen, dan weten zij precies hoe stel je nou een goede balans op. Zij kunnen daar advies van geven. Een ander geval, het derde blokje, is dat een spreadsheet eigenlijk zo rood eruit komt, zo slecht uit onze scan naar voren komt, dat ons advies is, dat zou je beter niet in een spreadsheet kunnen doen. Je moet eigenlijk op zoek naar software die bestaat voor dit proces, op de shelf, op maatwerk, of we gaan kijken naar een BI-oplossing. En ook daar komt de financiële insteek van Finex heel goed om de hoek kijken. Zij kunnen je adviseren bij het maken van maatwerk of het ontwikkelen van business intelligence oplossingen. Na afloop van een scan, als we hebben gezorgd samen dat de kwaliteit van de spreadsheets die er zijn bij jullie goed is, op een goed niveau is, kunnen we jullie verder nog ondersteunen. Finex ondersteunt met het geven van trainingen op het gebied van financiën en op het gebied van spreadsheets. Hoe stel je ze goed op? Hoe hou je het systeem beheersbaar? En wat wij aanbieden als Infotron zijn licenties op de standalone versie van onze analyse tool, waarin mensen zelf hun eigen spreadsheet kunnen insturen en hun analyse terug kunnen krijgen. En dan kan je voor je eigen spreadsheets kijken, zitten ze goed in elkaar? Ben ik op het goede pad? Maar je kunt ook kijken naar spreadsheets bijvoorbeeld die je van een collega krijgt. Heeft hij dat logisch opgezet? Snap ik in één keer het plaatje wat eruit komt? Of moet ik hem toch nog eens vragen hoe dat hij dat heeft gedaan? Nou, de samenwerking tot nu toe tussen Infotron en Finex heeft erg goed uitgepakt. We hebben samengewerkt bij een aantal klanten, waaronder de Rabobank, KPN en de Vereniging Overkoepelende Orgaan van Tandartsen. En daar hebben we een combinatie van scan en consultancy een aantal spreadsheets echt voor kwaliteit kunnen verbeteren naar grote tevredenheid van de klant. Ik ga jullie nu even een kort overzicht geven van wat ik tot nu toe heb gepresenteerd. Dat is om jullie optimaal voor te bereiden tot het stellen van vragen. Dus als je iets gemist hebt of als je nog even een korte opfrisser wil, dan kijk even met mij mee wat er tot nu toe gepresenteerd is en vervolgens is er ruimte voor vragen. 95% van alle bedrijven in de VS gebruikt nog steeds spreadsheets voor financiële administratie. En maar liefst 50% van de spreadsheets die in omloop zijn, vormen de basis voor een beslissing. 1/3 van de spreadsheets, helaas, bevat maar een goede handleiding. En de combinatie van deze factoren leidt ertoe dat Waterschap Veluwe in 2009 3 miljoen euro verloor. En er zijn talloze andere verhalen van fouten in spreadsheets. Wat je zou willen is eigenlijk van tevoren weten, gaat dit spreadsheet mij problemen opleveren of zit het goed in elkaar? Dat doet Infotron. Wij analyseren spreadsheets, kijken of ze goed in elkaar zitten en geven advies op welke punten dat het beter kan.
De scan kan op één bestand worden uitgevoerd, maar ook over duizenden of miljoenen bestanden achter elkaar om inzicht te geven voor de gehele organisatie. Waar zitten onze verbeterkansen voor spreadsheets? Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op, met Naaien van Infotron of met Mark van Finex. Maar er is ook nu voldoende ruimte om vragen te stellen. Ik ga eens even kijken of er al vragen binnen zijn gekomen. Jawel. De eerste vraag. Wat is de prijsstelling? Wat kost een licentie? Een licentie op onze analyse tool, dus de tool om zelf te gebruiken, om je eigen spreadsheets te analyseren. De kosten daarvan zijn €399 per gebruiker per jaar. Als er natuurlijk meerdere licenties nodig zijn, als u met een hele afdeling bent, een volumelicentie, daar kunnen we natuurlijk afspraken over maken. Andere vraag die binnenkomt is toch nog een keer over de veiligheid van het systeem. Als u gebruik maakt van de webversie, wat u in het videootje zag met uploaden, dat uploaden gaat volledig via een beveiligde verbinding. Dus onderweg naar ons is spreadsheet helemaal veilig. En nogmaals, het is niet nodig om data mee te sturen. Je kunt alleen de formules invoeren en de data op nul zetten of willekeurige data erin voeren. Daar kijken wij toch niet naar. Het is ook een mogelijkheid om het systeem op een eigen server binnen het bedrijf te draaien, zodat de spreadsheet het bedrijf helemaal niet hoeft te verlaten. Een volgende vraag die ik krijg zijn, op basis waarvan zijn inconsistentiechecks gebaseerd? Daarvoor gebruiken we patroonherkenningsalgoritmes, een beetje technisch, maar we kijken naar bepaalde patronen. Dat zijn patronen van hoe formules over het algemeen worden doorgekopieerd. Dus bijvoorbeeld, hè, wat ik liet zien in de spreadsheet, in één keer formules van boven naar beneden doortrekken. Dat is een patroon. Wij genereren een soort van verwachting. Dus als ik zie C8, D8, E8, dan is mijn verwachting. Daarna komt F8. Is dat niet het geval, zeggen we, hé, let op, daar zit een inconsistentie. Laatste vraag die binnenkomt. Bij welke klanten zijn we actief? Bij wat voor soort klanten? Klanten waar Infotron veel voor werkt zijn grote financiële instellingen. Onze oprichtende klant waar we mee eigenlijk begonnen zijn is Robeco geweest, grote investeringsmaatschappij. En andere klanten die we hebben zijn Tenet, KLM, Deloitte, Achmea. Grote bedrijven, want daar speelt toch vaak de spreadsheet problematiek het meest. En dan veel toch binnen de financiële afdeling van die bedrijven. Daar worden toch nog heel vaak spreadsheets gebruikt voor allerlei soorten modellen. En je ziet dat ze daar ook heel ten eerste heel complex zijn. Het zijn moeilijke modellen. En ten tweede dat ze daar ook lang in gebruik blijven. Jaren eigenlijk meegaan, omdat ze prima werken. Dus dat is daar liggen dan echt verbeterpunten om te zorgen dat je daar in de toekomst ook mee verder kan. Nou, nog even kort de vragen samengevat. Er was een vraag over de prijs, €399 per jaar per gebruiker. De veiligheid van uw spreadsheet is bij ons technisch gegarandeerd. En de data, in het geval dat die gevoelig is, geen probleem als die niet meegestuurd wordt. Inconsistentiechecks gaan op basis van patroonherkenningsalgoritmes. En klanten waarbij we actief zijn, zijn grote instellingen. Zoals KLM, Robeco, Tenet en daarvan dan vaak de financiële afdeling, dat is waar we in gespecialiseerd zijn.